uitjes. Hier is Willem. Gevonden, verloren, op pad. Ja. Ik kreeg een telefoontje van mijn vaste zoekmaat dat mevrouw hier had gelopen met de hond. En die had is de trouwring verloren. Ze is er stellig van overtuigd dat hij in het water verloren is. Nou ja, de varen hier aan de Waal. Heel veel boten die trekken dan het water toe weg. Dus het is een gigantische grote zuiging. De kans dat hij in het water ligt en we hem vinden, ja, we moeten hem afwachten. We gaan kijken. Ja, ik zei net hier, man. Dat is een man. Ja, hey, die komt er niet doorheen, joh. Nogal. Ze hebben ook wel eens naar de ring gezocht. Nou, jongens. Ja, het houdt op. Ik zit vast. Ik kan er niet door. Heb ik weer. He. Nou, vooruit. Ophouden met de gein. Dit is een serieuze zaak, hè. We gaan kijken, jongens. Zo. Daar zie je zo hier links, drie, vier wolken. Ja? Ben ik eigenlijk geweest, want ik ben niet echt heel ver weer afgedwaald, zeg maar. Ben je die kant op gelopen? Nee, ik ben echt hier een beetje geweest. Daar zit nog ergens nog een wierwolkje, zeg maar. En uit ben ik. Een wierwolkje, zeg je? Ja, van het wieren. Oh, wier bedoelt ze. Hier, dus hier. Tussen hier, zeg maar. Tot aan de vier ben ik ook echt gegaan. Hier zo'n beetje? Ja, zo ongeveer wel, ja. En van hier? Ja. Nou goed, jongens, we hebben de plek gevonden. We gaan de andere ring even inscannen. Daar toogt. En dan gaan we kijken of we hem kunnen vinden. Of het wier moet helemaal verschoven zijn, maar... Nou, we gaan ons best doen. Ja, hè? Ik ben benieuwd. En als we hem vinden, nou ja, we zullen kijken. Ja. Ja, ik bedoel... Nou, wie weet is er inmiddels al een andere goudzoeker geweest. Nou ja, die weet niet dat je hier gelopen hebt, denk ik. Nee, maar... Dus, hè? Ja. Oké. Ik weet wel dat het rechterstrandje is, dus ja, dan... We gaan even kijken, jongens. Ik zie nog geen sporen van graven, dus ik denk... Nou, lui, Willem is er bijna het water in. Jullie zien het. Zo. We zijn van stad gegaan. We gaan het systematisch afzoeken. De boot is weg en dat wij diepen. Hey, jongens, kijk toch eens. Willem heeft hem, jongens. Willem heeft hem. Hé, hey, nou kom maar halen. Alsjeblieft, hoor. Alsjeblieft. Wel super. Ja? Ja, dat is hem. Dat is hem echt. Ja? Ja, er staat Michael in. Dus het is hem echt. Ik had hier een geluidje van 10-11. Ja. Nou, en dat heb ik ook gepakt op die van je man. Dus ja, alsjeblieft. Ja, dank je. Nou, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Heel toppers. Ik dacht dat het echt een speldenooi berg was. Ja, je had het niet verwacht. Nee, eigenlijk niet. Maar dankzij hij heeft mij ook advies gegeven. Hè? En inderdaad, het was uiteindelijk wel verder dan dat streepje. Dus dat filmpje van die hond. Ja, maar toch nog iets... Ja, en ik keek naar dat streepje en ik zag die bosjes daar. Ik zag jou net lopen hier. Ik denk, dan moeten we hier maar gaan zoeken. Ja. Nou, jongens, jullie zien het. Ik was op mijn droge gaan zoeken, want ik... ja, ik denk, nou ja. En Willem met de grote schotel. Kijk, jullie eens. En die vindt hem. Nou, jullie zijn weer getrouwd. Toppie. Ah, fantastisch, hé.
Hey, ben je blij? Ik ben hartstikke blij. Oké, okay. Gelukkig. Willem, toppie gedaan, jongen. Nou jongens, zoek en ga je wat vinden. Nee, ja. Ik had gelijk geen zin meer om die hond te laten zwemmen. Ik denk zo, ik zal nog om mee te kijken, maar die hond werkt gewoon dat ik in paniek ben. Dus die wordt gelijk kei druk. Dus, ja. Nou, dit is de eerste ring die ik heb gevonden in het water. En met advies van Wim. Ja, dit is de eerste ring die ik heb gevonden in het water. Ik heb de smaak te pakken. Misschien zo vaker doen.